direct in het begin van het debat, Barbara Reilersdam. Gaat dit Baudet stemmen kosten, verwacht je? Nou, ik denk het niet, want dit is wat hij eigenlijk altijd doet. Hij plaatst zichzelf buiten de gevestigde orde. Dat wil hij heel graag. Hij wil er ook niet bij horen. Dus hij roept steeds dingen die anderen nooit zouden zeggen of zouden doen. En dan, hij kiest heel bewust woorden die heel gevoelig liggen om zichzelf die outsiderpositie te geven. Dus zijn achterban, ja, die dus dit is eigenlijk ook een beetje strategie, als ik dit zo hoor. Volgens mij past dat zeker in dat patroon wat je elke keer ziet terugkomen. En dan daarna zegt hij, nee, maar zo bedoelde ik het niet, of zo moet je het niet opvatten, of heeft dat met de oorlog te maken? Dat had je met dat Boreaal natuurlijk ook in zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen. Dan daarna maakt hij weer terugtrekkende bewegingen. Maar zijn achterban lijkt dat niet te deren.